We zijn nu in de hoogsnelheidslijn van Madrid op weg naar Puertollano in het zuiden van Spanje. Daar staat de grootste electrolyzer van Europa. Dat is een apparaat dat groene elektriciteit omzet in groene waterstof. Sí, yo creo que para Iberdrola y para el Estado español es muy importante que el ministro esté aquí. El trabajar en el desarrollo de un corredor de hidrógeno verde que permita exportar el hidrógeno español competitivo a países donde tiene más limitación en cuanto a los recursos renovables es una oportunidad para descarbonizar la industria. Holanda va a tener y tiene un papel fundamental en el hidrógeno renovable. Desde hace mucho tiempo lleva hablando de la importancia en ese puerto de Rotterdam, esa capacidad de hacer llegar el hidrógeno renovable a muchas partes de Europa. We hebben vandaag dus met Spanje en Nederland een akkoord gesloten om veel intensiever te gaan samenwerken. Zodat we wet en regelgeving op elkaar kunnen afstemmen, projecten op elkaar kunnen afstemmen. En er ook echt voor gaan zorgen dat de producenten van die groene waterstof en de uiteindelijke afnemers van die groene waterstof aan elkaar worden gekoppeld. Maar is het een mooi plan of gaat het echt gebeuren? Het gaat echt gebeuren.